Hey, het is maandagochtend en ik begin een nieuwe weekvlog. Helaas is het geen leuk begin van de week eigenlijk, want ik moet met Ruby naar de dierenarts. Waarschijnlijk heeft ze een hernia. We weten het eigenlijk wel bijna zeker en dat is ook echt het allerergste, want het gebeurt gewoon heel vaak bij tekkeltjes. Ze wil al een week niet eten en vanaf vorige week donderdag begint ze, ja, wil ze niet lopen over drempeltjes heen al. Ze piept, Freddy mag niet aan haar zitten om met haar te stoeien en te spelen. Dus ja, we vrezen het ergst. Dus ik ga zo heen. Ik weet niet of ik daar wat film, misschien wel. En ik weet niet of ik daarna terugkom, want als het niet goed is, dan ben ik best wel verdrietig, denk ik. Dus we zien wel even hoe het gaat deze week. Maar bij deze, de weekvlog is geopend. En nu gauw aankleden en klaarmaken, want dit is nog niet het lookje waarvoor ik ga op de maandag. Joe. Ze loopt de hele tijd te piepen. Echt heel zielig. We gaan naar de dierenarts, meisje. We willen je alleen maar beter maken, hè? Ja. Tril, ril, ril. Nou, we gaan zo, hè? Het is woensdag en ik zit weer in de auto. We zijn net op school aangekomen. Ja, Jess, waar zit je? Ja, en ik zou zo meteen nog even snel mijn outfit laten zien, want hij is heel leuk. Maar let's go to school, want ik moet zo naar de les. Nou jongens, we zijn weer klaar. En momenteel, ik heb mijn hondkapje op. Hij kan weer af, want we zijn buiten, obviously. Maar dit is de outfit. En deze heeft vleugels en horens. Yay! Maar we gaan nu eerst naar de auto in, want het regent. Oké, ik zit weer in de auto, want het regende dus en dat is niet zo fijn. En Jess zit gewoon achter mij hier op zijn computer. Ja. Ja, zo huiselijk te maken denk ik. Ja. Ja, zie. nee, wij gaan nu naar huis. Ik weet niet of we nog boodschappen gaan doen, ik denk het wel. En dan moet ik nog huiswerk maken en leren en zo. En dan zie ik nog wel. Helemaal, het is donderdagavond. En niet zo'n beste dag. Ik ben van de trap afgevallen vanochtend. Maar goed, ik heb echt zitten huilen. Want gisteravond hebben we de fles van het plafond hier afgehaald in de bijenkeuken. En het afgeplakt. En er zitten gifkorrels in. Ik hoor ze nog steeds af en toe lopen. Dus het is nog niet echt voorbij. Maar ik heb er echt om zitten huilen. Want ik hou niet van dieren doodmaken. Maar ja, de muizen maakten hier alles kapot in de bijenkeuken. Want ik hoor ze ook de hele tijd trippelen overal. En ja, het is over. Dag. Jaapies. Hey, het is vrijdag en ik ga weer naar school. Het geluid is een beetje hard op de achtergrond, maar dat komt omdat het heel hard regent en we rijden nog steeds op de snelweg. Mama die heeft zometeen iets bijzonders, want ze heeft namelijk een NARS Masterclass. En NARS is een van haar favoriete merken, dus dit vindt ze heel leuk. Ik kan er niet meer over vertellen, maar zij kan er straks nog wel meer over vertellen. Maar als deze dag vandaag afgelopen is, Jess, dan hebben we weekend! Yay! Dus ik ga nu naar school toe en yay! Goedemorgen, Indy heeft de vlog al geopend, want het is natuurlijk vrijdag. En dat betekent dat ik vandaag mijn NARS Masterclass heb. Yay! En dat betekent dat alles hier klaar staat, allemaal op statieven, mijn laptop, mijn achtergrond, zoals altijd. Hier staan ook allemaal make-up spulletjes en zo, dus we gaan zo beginnen. En daar kun je zien dat mijn schermpje al klaar staat, dus yay, zin in! En zo ziet het er nu uit, dus ik ga zo inloggen. En hier staat mijn spiegel. Joe, tot straks! Nou, goed. Nou, we zitten in de masterclass. Zij staat trouwens al hard nu, dus jullie horen haar ook. Ik zet hem even op zacht. We zijn al veel verder. We zijn al bij de highlighter. Dan gaan we allemaal door naar de ogen. Dat wordt dus spannend. Waren deze stappen? Ik wens jullie heel veel plezier van deze mooie look vandaag. En ik hoop jullie snel een keertje in de counter te zien of op Instagram. En het is afgelopen. Ik vind het echt heel leuk. Heel veel dingen wist ik al. Dat geeft niet, want heel veel mensen weten dat ook niet. Maar goed, ik had natuurlijk niet alle producten van NARS. Zou wel leuk zijn, maar ik ben gewoon één grote NARS-fan. Er staan ook echt heel veel dingen voor me die ik dus al had. Maar dit is de uiteindelijke look. En ik moet eerlijk zeggen dat die lipsticks, die zijn echt fantastisch.
Die kregen we er ook bij, een heel kleintje, heel mooi. Dit is een Power Matte Lip Pigment. En dit is in de kleur Star Woman. Ze hebben allemaal namen van bekende liedjes van vroeger. Dus van de Rolling Stones. Star Woman, is dat van David Bowie? Ik weet het niet meer. Nou, heel veel. Dus deze is echt een aanrader. En dit is mijn look geworden dus. En ik heb geen eyeliner gemaakt met een eyeliner, maar met een oogpotloodje. Nou, dat was een leuke vrijdagochtend. Hey, het is zaterdag en ik heb me even opgedoft, een beetje opgemaakt. Leuke nieuwe sweater aan van Shein en deze jas ook. En ik ga even naar Stadskanaal, want ik moet wat cadeautasjes hebben. En ik laat later zien waarom. Heel veel cadeautasjes. En als ik naar de Kruidvat moet, ga ik daar nog even heen. Want er zijn wel een paar dingen. Maar als ik het nog red om naar Duitsland te gaan, dan ga ik liever daar even naar de drogist. En waarom ik zeg of ik dat red. Ik ben eergisteren van de trap afgevallen en ik voel het nu pas. Ik kon vanmorgen haast niet uit bed komen, zo'n pijn doet het. Dus we zullen zien. Maar mijn make-up zit er in ieder geval goed op. Helaas moet je in Duitsland weer zo'n mondkapje op. Ik neem jullie mee. Joe. Nou, we zijn in de Kruidvat. Het is een dringend advies. En ik doe het ook maar, want de mensen lopen hier toch dicht op elkaar. Maar ik vind het dus echt helemaal niks. Ik kom hier even om te kijken naar maskertjes uitverkopen. Want ik heb heel veel kinderverjaardag, en jongeren ook, die ik gewoon graag een kaartje stuur als ze verjaardag hebben, want er komen weinig mensen tegenwoordig op visite, dus doe je er ook een mee. Ik leg later uit hoe het werkt. Dus nou even bij de Kruidvat. Oké, hier heb je al de nieuwe producten van Essence, Good Stuff, wat ik laatst ook liet zien in de vlog met deze en de spray. Je hebt dus dit ook nog allemaal, maar ik zoek die lippenbalsem, want die is bijna op, zoveel heb ik hem gebruikt. En die heb je hier niet, want dit is maar een klein schap. Dus maandag even naar Groningen kijken, want dan ga ik naar Primark. Maar hangen hier dus wel maskertjes. Even kijken of ik nog koopjes kan vinden. En de speelgoedafdeling. Hatchimals, Rainbow Corns van Zuru. En mijn tip is altijd om even af te wachten, want het komt uiteindelijk allemaal in de uitverkoop. Hier heb je van die slime van Glitzy. En volgens mij is dat... Even kijken. Dat kan ik niet vinden. En ook leuk, de Lego armbanden. Maar hier ook de Blooms. En dit is serie 2, die hebben wij ook. 5 euro is niet duur. Deze hebben wij ook van Boti gekregen. En de filmpjes daarvan staan op Toy Channel For You. Oeh, dat is ook leuk. Halloween bakjes. Alleen wij vieren geen Halloween, wij vieren Sint Maarten. Dus, nou. Dat was dan de speelgoedafdeling. En hier staat ook nog wat. En je hebt ook nog Lego. Oké, ik heb hem al weer af. Het was een dringend advies, maar ik trek het echt niet. Ik krijg het er zo benauwd van, zweet en alles. Dus, maar goed, we hebben nog niet de maskertjes gevonden, dus kijk nog even verder. We zijn eruit gelopen, want de rij was niet normaal meer zo lang. Het is te warm en ze hadden niet zoveel dingen die ik nodig had, maar één. En ik ga maandag toch naar Primark in Groningen. Dus we gaan weer verder. Gideon is ook mee. Hey schatje. Hoi. Dus we gaan even naar de Hema. En dan daarna naar Action. Goed, we gaan even naar de Hema. Ik laat zo wel even zien waarom. Want ik heb nieuwe scrub gel nodig. En dat doe ik het liefst van de Hema. Maar dit is allemaal nieuw. Wat een leuke kleuren. Kijk nou. Glitter, haarspray, parfum. Ik ga het zo even uittesten. Maar ik kom voor scrub gel. En die haal ik hier toch altijd echt bij de Hema. Die vind ik het wel het fijnst. En normaal heb ik altijd wel iets op voorraad liggen van... PR-bureaus, maar toevallig geen scrub. Echt idioot, maar oké. Dus ik ga even zoeken naar scrub. Nou, gezichtsscrub hebben ze dus niet meer eens op. Maar wat ze wel bij Hema tegenwoordig hebben, zijn planten. Zijn ze echt? Ja, volgens mij wel. Wat helemaal hip is, zijn droogbloemetjes in een potje. Het is ook een smalle. Zijn ze echt? Volgens mij wel, hè? De grond? Nou. Ik dacht van wel, dat ze dat laatst zeiden. Ze hebben wel leuke, al die kleine potjes zijn ook schattig. Ja, qua spullen is Hema echt steeds leuker aan het worden, maar ook steeds duurder. Dus dat vind ik wel weer jammer. Ook leuk. Oeh, die lamp, die is echt heel gaaf. Een tafellamp. 15 euro. And there is me. We zijn in Action. Echt, alle mandjes worden hier schoongemaakt.
Ja, voor mij maakt het niet uit. Ik heb gewoon spray die ik eroverheen gooi. Even kijken bij de aanbiedingen. Maar we komen hier voor cadeautasjes. Net zoals vorig jaar hebben ze ook weer die Airwick adventskalenders. En volgens mij is dit dan een nieuwe. Want die was er vorig jaar niet. Die heeft ook geen merk volgens mij. En geen idee wat die kost. Oh ja, deze merkloze is €2,99. En de Airwick is €4,77. Die had ik vorig jaar. Maar er zitten maar 3 geuren in dus. Dan heb je nog hier de 5,95 12 Days of Vismus. Dus er zullen wel iets met badballen in zitten. Even kijken. De Bath Company. Hij is ook heel zwaar. Dan heb je hier nog een Disney Prinses Adventskalender Make-up Squared Box. Het is wel met 24 vakjes of... Ja, vast wel, want je kunt hem uitklappen. En dit zit erin. Nou, deze heeft Innie laatst voor mij even gauw gescoord. Dan heb je nog de Deluxe. Oh, deze had je ook nog, Gideon, de Deluxe. Nee, maakt ook niet uit. Het zit erin. Komt op hetzelfde neer, denk ik. Of het is van vorig jaar. Ik heb geen idee. En heb je die nog? Het lijkt wel alsof het sommige dingen van vorig jaar zijn. En heb je deze nog? Oeh, die is wel heel mooi. Een Spa Exclusive. 24 Days of Skincare Beauty Advent Calendar. Shop till you drop. En kijk eens hoe mooi die eruit ziet. Heel mooi. Die is maar €9,95. Nou, koop je. Als je een goedkope adventskalender zoekt, moet je hier zijn. Oké, gevonden. De tasjes. Dus we gaan even wat uitzoeken. En alsnog, ik vertel jullie later waarom. Tadaa. Allemaal cadeautasjes. En ik wil er toch even iets over kwijt. Er wordt verwacht van je, het is niet verplicht dat je in winkels mondkapjes draagt. Maar waarom hebben ze dan de verwarming zo hoog staan? Ik zweet me helemaal te pletter al in de winkels omdat de verwarming hoog staat. Als je dan ook nog een mondkapje moet doen, het is super benauwd. Dus beste winkels, doe daar wat aan. We gaan nu uit de action. We gaan even de tasjes betalen. Zo, ik ben klaar. Ik ben er ook helemaal zat van. Ik had veel meer willen doen. Ik had ook nog Duitsland gewild. Maar ik ben echt kapot. En die val van de trap heeft me niet veel goed gedaan. Want alles doet me pijn. Maar ik heb wel L'Oréal Surprise gekocht. Want het was tot aan vandaag nog met kortingstickers bij Intertoys in de aanbieding. Maar ze zijn sowieso in de aanbieding. Want normaal zijn ze €20. En nu €14,99. Dus mocht je dat nog willen om te kijken van de Remix serie. Moet je even opletten. En we hebben ook een grote OMG pop gekregen. Jawel. Na meer dan een jaar. Ik denk wel anderhalf jaar. Hebben we van MGA weer wat gekregen om te gaan reviewen. Maar dat laat ik laten zien. We gaan nou naar huis, dus ik moet gewoon gauw wat doen. Joe! Hey, het is zaterdagavond. Ja, en we hebben nog wat pakketjes die we willen laten zien. Ik heb wat pakketjes besteld en ik heb wat pakketjes gekregen. Ja. Nou ja, ik regel het allemaal. Ja, jij. En je hebt natuurlijk kunnen zien dat ik vanmiddag naar Action ben geweest en zo. En het is allemaal een beetje misgegaan, want de helft wat ik wilde bij Kruidvat en dergelijke was er niet. En 2 dagen geleden ben ik van de trap afgevallen. En dat doet me nu zo'n pijn dat ik moeilijk loop. Daarom heb ik de afgelopen 2 dagen ook niks gefilmd. Jij nog wel volgens mij. Yeah. De school, je outfit. Yeah. Dus Shein. Nee, deze is van de Primark. Is die van de Primark? Nee, oh, die heb ik voor jou van de Primark. Maar goed, we hebben pakketjes gekregen. En we hebben pakketjes zelf gekocht. Dus zal ik eerst even laten zien wat we van Boti hebben gekregen. Ja. Want we gaan binnenkort allerlei leuke speelgoed filmen. Voor Toy Channel For You, wat de leukste cadeautjes zijn voor Sinterklaas en Kerst. Ja. En daar valt deze echt wel onder. Dit is Slowy Party Pets. En hij kan zelfs hangen en maakt geluid. En zo schattig. Ja, hij zat in een doos vol met andere spullen. Ook van de Stuffaloons en zo. Ja. Maar volgens mij hebben we deze nog niet echt goed duidelijk laten zien. Nee. We laten hem hier even zien en we gaan hem uitpakken dus op Toy Channel For You. Waarom doen we dat? Omdat we voorzichtig zijn. Anders gaat YouTube lopen klooien. Ja. Zijn we jullie reacties en alles kwijt. Dat dus, willen we niet. Nee, daarom pakken we het speelgoed echt uit op Toy Channel View op Instagram. Laat je staan. Nee. En laten we hier even zien wat we alvast hebben gekregen. Deze maakt ook glad. Hij kan echt draaien ook. Kan hij echt draaien en buigen. En je kunt er ook voor klappen of zo. Dat, ja, als je klapt gaat hij ook doen. Oh. Okay. Nou, nog niet. Hij staat nog op die automode, denk ik, of zo. Hoe heet dat? Zo'n speciale modus om in de winkels te luisteren. Dus. Maar deze is echt super leuk.
Dit is ook zeker een geslaagd cadeautje voor Sinterklaas of Kerst. Dus. Yes. En dan had ik zelf wat besteld en vanmiddag nog wat gekocht. Want ik heb niet gefilmd bij Intertoys, maar ik ben er wel geweest. Want tot aan vandaag was er 15% korting met die stickers die in het grote speelgoedboek waren. En er was korting sowieso al. Ze waren al goedkoper. De LOL Surprise Remix poppen. En ik had laatst eentje al bij bol.com besteld. Dus ik heb nu een hele set. Ja. Even kijken hoor. Ik had deze bij bol.com besteld. Kan ik zien een stickertje ook. Dit is de nieuwe remix serie. Nou, mensen die LOL sparen hebben dit al lang in huis. Maar oké. Okay. Ja. We gaan er nog video's van maken. En ik zit nog te twijfelen of we misschien toch een oudejaarsavond video van LOL moeten doen. Want ik heb nog heel veel soorten. Ja, dat kan nog. Het kan wel zijn dat ze onze reacties dan uitzetten van YouTube. Maar die kans nemen we gewoon, hè? Ja. 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 Dus laat even weten hieronder of jullie willen dat we toch een LOL video op oudejaarsavond doen. Net zoals de afgelopen jaren een mega unboxing. Yes. Maar goed, ik heb deze dus en daar heb ik vanmiddag nog eentje bij gekocht. Ja. Bij Intertoys. Dit zijn de poppen. En als je ze eruit haalt, dan heb je dus een radio. Nou, maar dit is... Dit zijn de pads. En als je dat dan naast elkaar zet... Kijk maar zo. Zo. En dan kun je het aan de zijkant van die laten zien. En deze... Oh, hier. Kijk. Ja. Dan kun je zo'n eigen radio boombox of cassettedek. Zo'n leuk idee. Hier zit echt een cassettebandje bij ook. Ja. Ja, dus. Nou, die gaan we binnenkort ook doen. Ben benieuwd. Zal ik een pakje van mijn kant pakken? Ja, ga ik wel. Dit pakketje is al een tijd geleden aangekomen. Ja, aangezien ik zo ziek was, kon ik echt niks. En het was ook nog later binnengekomen, want het ging een beetje mis. Het is van de Body Shop en omdat het zo laat was, heeft ze er ook nog allemaal extra dingen in gedaan. Dit zijn, hier gaat het echt om. En die zijn al lang uit vanaf de zomer. Maar goed, ik gebruik dit nogal in de winter. Ja. Het is allemaal hair en body mist. En ik heb hier pink pepper en lychee en apricot en agave. Die kun je dus over je haar en je lichaam spuiten. Ja, en ik heb lime en matcha en coconut en yuzu. Yuzu. Geen idee. En ze ruiken echt super lekker. Ja. Je kunt gewoon ochtends over je heen. En omdat het wat later was, heeft ze nog wat extra mee gedaan. We hebben nog een shower gel, zesty lemon. Komt altijd goed uit. Maar wat ik echt heel mooi vind zijn deze. Ja. Heel voorzichtig openmaken. Ik heb zo'n plakbandje al een beetje losgemaakt. Of vind je bij die niet? Nee, deze niet. Gewoon. Dit zijn namelijk Coconut Bronze Glistening Glow Powder. Dit is mijn blikje die ik hier heb. Ja. En er zit ook echt zo'n puff bij in. Weet je wel, zo'n puffje. Ja, van losmaken of... En nee, wacht, ik wil er nog foto's denken. Ik weet het ja, nog niet. Nee, maakt niet uit. Heb je dus een glowy bronzer. Dit is dus de... Had ik de glowy? Jij hebt de glowy. Glistening glow powder en jij ik hebt heb de mat. De mat en die ja. Ziet er anders uit. Dus super lief. En er zat zelfs nog hier een leuke grote doeksjaal bij in. Daar kun je natuurlijk ook cadeautjes leuk mee inpakken, maar het kan natuurlijk ook in je haar. Wat een mooie deze. Ja, nou zo dus, maar niet helemaal. Dus dit is een beetje later dan gedacht, maar het is nog steeds te koop. Dus die body spray Hermes. Zeker. Rennen, aanraden, echt waar. Ja. Ook de andere geuren. Wou je die doen? Denk het. Nee, deze doe ik zelf leven. Doe jij zelf? Ja, dit is het pakketje wat ik kreeg voor de NARS. Nou ja, kreeg. Voor de NARS Masterclass, wat ik gisteren een paar stukjes van liet zien. En die Masterclass kostte €39,95. En daarvoor heb ik ook weer een cadeaubon gekregen. Dus die €39,95 heb ik en de Masterclass van gehad. Maar ik kan voor dat bedrag dus ook weer... producten bij Bijenkorf kopen. Dat is leuker als ik dat natuurlijk ook van NARS doe. Maar volgens mij kan ik dan alles kopen wat ik wil. Voor dat geld. Zo leuk. Maar ik kreeg dus ook een doos. Minis. Er waren van €34 erbij. En dat zat dan in dit doosje. En dat was de NARS kaart. Ja. NARS en Bijenkorf. Nou, dat staat op Digital Masterclass. Ja. En dit zat erin. Er zit een... Ik kan dit niet helemaal laten zien. Foundations binnen. Ja, want zitten van die bakjes zitten dat in. En dit is de concealer. En dan hebben we een... Nou, die lippenstift heb ik jullie gisteren laten zien. Doosje. Ja, die is heel mooi. Heel mooi. Lippigment. Pigment. En dan heb ik nog een bronzer. Gewoon zo'n platte. Dan haal je het schijfje eraf. Kun je hem gebruiken. En dan heb ik nog een mini orgasm. Dus heb ik dit al laten zien in de video? Ik heb het gevoel van wel. Zo ja, sorry. Nou, voor de nieuwe kijkers. Hey, nog een keer. Even kijken hoor. Want hier zit een mini orgasm blush in. En ik heb hem in het gewoon normale formaatje. Maar volgens mij hebben ze nu ook een mega grote. Echt? Dit, ja, dus een vierkante. Deze gebruik jij ook altijd, toch? Altijd. Plasticje eraf.
echt gewoon een hele mooie blush. De lamp staat niet goed hierboven. Nee. Hij staat niet op ons. Giet? De lamp hierboven staat niet op ons. Nou, als ik naar mijn producten hier laat zien, dan zijn ze donker. Even bijdraaien. We blijven gewoon doorfilmen. Ja, maar een beetje zo. Nee, je moet die lamp gewoon kantelen, net zoals dat ik Christen zei. Bovenaan draaien. En dan juist. Jee, dank u. Oh ja, nou, de Orgasm Blush en nog een mascara. En dit is de NARS Climax Extreme. Je had ook al een Climax, maar dit is de Extreme. En ik krijg een mini bij. Kijk, dit is een kaartje. En deze is dus nog heftiger dan de gewone Climax. En dat lieten ze ook zien, het verschil tussen de gewone en de Extreme. En dat was echt fantastisch. Ja? Ja, echt een goede mascara. Dus dat was dat doosje. Oké. Nou, ga ik naar de volgende. En hele mooie, weer van Body Shop. Kijk dan hoe ze dat inpakken. Nee, het zit nou een beetje op de kop, want ik heb het er al uitgehaald natuurlijk. Het zit in met groen papier vast. Ja, ik hang vast. Groen papier. En dan zitten er... Ik haal het papier er even uit. Dan zitten er allemaal kaartjes in. Die je volgens mij ook in de grond kunt stoppen om te poten met zaadjes en blaadjes eraan. Ja, dit is namelijk van CBD. Er zit er ook een blaadje. Van hennep wordt het gemaakt. En niet de hennep waar je hoehoe van wordt. Ja. Ik heb hier een Soothing Oil Balm Cleansing Mask. Dat is een masker. En ik heb een Moisture Cream. Replenishing Moisture Cream. Wat heb jij daar? Ja, dat kun je daar. Restoring Facial Oil. En daar heb je dus een hele set van. Echt super fijn. Ik heb de, ja, die dagcreme. Ik noem het gewoon dagcreme. Dat heb ik al geprobeerd. Dus heel erg happy mee. Dankjewel, Body Shop. Maar goed, we zijn er nog niet, want er komt straks iets van de Body Shop, jongens. Ja, echt. Mega. Hier hebben we nog Carmex. Ja, Carmex is het lippenbalsemmerk. Ik ga nog foto's maken. Ik moet nog even dingen posten op Instagram. En hier heb ik de brief met lippenbalsems. En er zijn 3 nieuwe. En die zijn te koop bij... Even kijken hoor. In oktober. Nou, dat is het al. €3,59. Bij Ethos Kruidvat. En in België bij de DI. Ik weet niet wat jullie in België zeggen daartegen. Maar een beetje rottig. Want in België zijn volgens mij alle winkels dicht. En hebben ze een complete lockdown. Oh. Ja, niet leuk. Dat wist ik niet. En volgens mij wel. Want iemand zei dat vandaag in de Primark groep. Oh. We hebben 3 soorten. Ja, we hebben namelijk. Dus het is een mooi doosje. Je kunt er 1 keer doen. Peer, berry. En meloen, dus, watermeloen. Watermeloen. En I love it. Yes. Want we zijn gewoon gek op alle soorten lipbalsems. Ja, want ik heb al een lipbalsem op van Essence. Die heb ik vorige week zondag mee begonnen. Ja? Het is nou zaterdag, hij is bijna al. Ik wou een nieuw halen, maar hij lag niet bij de Kruidvat. Maar ik ga maandag naar Kruidvat in Groningen. Indy heeft hem vorige week voor mij gehaald op mijn verzoek. Ja. We gaan er namelijk wat leuks mee doen. Wat we nog nooit hebben gedaan is namelijk een adventskalender van... Maximore. Action. Ja, van Maximore. Ja. Dat was ook helemaal niet mijn bedoeling. En Indy heeft hem nog 2 dagen voordat hij in de aanbieding kwam voor €11,95 hebben jullie hem voor €14,95 gekocht. Ja. Maar goed, voor de zekerheid gewoon meegenomen. Het leuke is, we gaan hier een winactie mee houden. Dat betekent dus dat je al onze video's vanaf nu gewoon in de gaten moet houden. Vooral met adventskalenders, want we gaan niet zomaar een heel pakket wegsturen. Nee. Want het is niet alleen de kosten van dit pakket, het zijn ook de kosten van de verzending. Ja, inderdaad. Dus, en aangezien bij ons ook financieel niet alles joepie de poepie loopt. Het leuke daarvan is dat ik, dat zou ik nog even vertellen, ik heb vanmiddag dus al die cadeautasjes gekocht. En dat heb ik niet voor niks gedaan. Op mijn privé Facebook, dat heb ik eerst even privé gedaan, heb ik een oproep geplaatst. Wie er een surprise bag wil tussen de 15 of de €25. Ik had nog helemaal geen vaste prijs genoemd, maar iedereen zei van, oh, doe mij maar voor 15, doe mij voor 25. En ik heb natuurlijk nog steeds mijn sieraden aan modeaccessoiresbedrijf B-Sessie. En morgen ga ik alles uitstallen en dan ga ik overal surprise bags maken tussen de €15 en de €25. Ja. En ik heb genoeg bestellingen, want ik wilde dat heel graag doen, zodat ik iets kan kopen. En dat laat ik jullie laten zien. Maar dat moet dus natuurlijk in die tasjes. Dus die zijn daarvoor. Yes. Dus... En ik had het niet kunnen kopen als ik niet zoveel surprise bags had verkocht. Dus, dat is heel veel. Ja. Ja, best wel veel. Ja. Dus. Maar misschien ga ik dat nog filmen voor jullie. Dus, maar dit is dus de Maximore adventskalender met make-up. En hier gaan we wat mee doen met de winactie.
Hebben we nog meer? Heb je nog een doos? Nee, ik nog twee. Ik heb nog twee. Het is niet te geloven, want ik zei het vanmiddag al in de auto. Ja, het is al anderhalf jaar geleden dat we iets van hun hebben gekregen. Van MJ. Maar hey, hello. We doen weer mee. Ja. Althans, voor hen nu even. Voor ik heb geen idee. Ja, super lief trouwens hoor, daar niet van. En we kunnen dat ook niet filmen natuurlijk hier. Maar we laten het lekker wel hier zien. Want het is namelijk van de nieuwe serie LOL Remix. Ja. Een echte gave OMG pop. Ja. En dit is Lone Star. Er zit hier ook zo'n LP in. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Een langspeelplaat is een LP, hè Gideon? Ja. Dus, maar die laten we zien op Toy Channel For You. Ja, deze is echt heel mooi. Heel mooi. Maar ze zijn allemaal heel mooi. Ja. En als het goed is zitten er ook twee outfits nou weer in. Er zat altijd maar één outfit bij. Ja, dat klopt. Ik ben echt volgens mij zitten er nou twee outfits in. Spin the record. Vorige keer hadden we MC Swag, hè? De grotere van. Ja. Ja. Dus deze is echt super tof. Dus dankjewel Linne en Barbosa, MGA, voor deze pop. We gaan hem binnenkort filmen. Yes. En dan heb ik nog een pakketje hier. Die heb ik zelf besteld. En dat was bij, ik wil het aan de zijkant zien zonder mijn adres, Zalando. En die laat ik binnenkort zien, want ik maak natuurlijk de sneak peek video's. Ik heb namelijk de Diamonds and Ice adventskalender van NYX besteld. Ja. Hij is echt super mooi. Een tijdje geleden hadden wij die van met alle lip, met die kleine lippen. De eerste jaar dat wij adventskalenders, deze is al 4 jaar geleden. Goh. Want dit wordt het 4e jaar. Toen hebben we dat was ook de allereerste NYX adventskalender. Waar alleen maar kleine mini lipstickjes ja, en zo. Ja, ik vind hier zit van alles in. Zo. Hier zit highlighter in. Oogschaduws. En alles met glitter trouwens. Nou, niet de lippenstift en zo. Maar hij is heel gaaf. Maar ik laat binnenkort een sneak peek ervan zien. Nou, zullen we die hele grote doos maar doen? Ja. We hebben van de Body Shop echt een enorme doos gekregen. Met heel veel spullen. Oh, lukt het? Kijk uit voor mijn adres. En hij is zo groot. Ja, enorm. Ik ga er even uitpakken wat erin zit, want hier staat het adres op. Ja. Dus als we dat er even uitpakken, dan kun jij hem daarna die doos aan de kant zetten. Ik pak het eruit. 1, 2. Okay. Ja. Alvast. Zat het adres nou in de weg? Nee, toch? Nee. Leg maar neer. Het is eigenlijk echt een enorme tas, zak. Je kunt het weer gebruiken. Wat ook heel handig is bij deze, is dat je hem als wasmand kunt gebruiken. Ja. Dit kun je namelijk omkrullen, want dat is het vouwbare. Ja, het lijkt net dik stofkarton. Ja. Dit is van de Body Shop en hier zitten helemaal spullen in, alles voor kerst en zo. Maar er hangt ook een kaartje op. Deze kerst ondersteunen wij hulporganisaties voor vrouwen. Ideetje, doneer een deel van deze goodiebag aan een vrouw die wel een extraatje kan gebruiken. Haal dit kaartje eraf, haal het persbericht eruit. Doneer de tas met goodies en maak je hem blij. Nou, we gaan sowieso echt niet alles zelf houden. Nee. Dat is echt te veel. Het komt of niet op, of we gaan het gewoon delen. Ja. Zullen we laten zien wat erin zit? Ja, let's go. Knoopje. Het is ook echt las zoveel. Kaartje maar even erbij in. Ja. Ja, hoe gaan we dit doen? Ja. Op de grond zetten. Of tussen ons in. Zet er wat tussen ons in. Het is echt heel veel. Ik heb hier een pakketje. En dit is... Was dat het kaartje wat hier aan? Oh nee, dat was een kaartje. Ja. Dit is een Shake and Swish Ginger Hair Care Duo. En er zit dus, even kijken, shampoo in en een conditioner. En volgens mij is dit zo'n haarhanddoek. Of niet? Ja, een hair wrap. Dat is deze. En ik zet binnenkort alles even op de foto op Instagram en zet ik de prijzen even bij. Ja. Dat is echt veel, hè? Je kunt er haast niet bij. Nee, oké, we hebben... Je hebt 3 potten met... Welke was dit? De body, gewone bodycreme, of niet? Ja, gewoon de... Body moisturizer. Butter. Body butter heb jij? Butter. Waar zit het aan? Oh ja, body butter. Dat is de body butter. En ik heb hier de winter jasmine. Ik vind het ook hele mooie, met die ijsachtige bloemen, weet je wel. Ik heb de festive berry hier en de warm vanilla. De warm vanilla blijft bij ons. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we nog een heel leuk cadeauverpakkingje hier. Dit is ook leuk om ons cadeautje weg te geven. Dit is Nourishing Body Butter Trio. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als dit. Maar dan in kleine potjes. En dan heb ik Almond Milk Honey, Mango en Moringa. Ja. Dat is deze.
super leuk, ook als cadeau om weg te geven. En ik heb hier de Winter Jasmine Body Yogurt. Dit soort dingen gebruiken wij heel veel. Ja, de body yogurts vind ik het fijnst. Maar dat is dezelfde als... Ja, die onderste. We hebben hier de... Die heb ik ook nog hiervan in een shower gel. Ja. Dus maar de body yogurt vind ik zelf het prettigst omdat die meteen intrekt. Dus dat betekent niet dat als je hebt gedoucht, dat je daarna moet insmeren en moet wachten tot alles ingetrokken is en dan kunnen aankleden. Dit gaat heel snel. Ja. Deze staat er ook mee in. Het zijn gewoon leuke schuifjes. En wat staat erop? Fearless, unstoppable, be brave en empowered. Ja. Yeah. Maar in de tas zit nog een tas. Hey. Hoe leuk is het om deze cadeau te geven? Zo leuk. Er zit ook nog dingen in, hè? Ja, en een knoopje. Hier staat een kaartje ook aan met wat erin zit. Nou, we gaan het natuurlijk laten zien. Ja. Kijk, een vlog wat extra lang doet dit gedoe, maar dat geeft niet. Heel veel zeggen ook van, wat een korte... Dit mag langer, hoor. Dus ik heb hier een body yogurt, almond milk. Hou vast. Ja. Ik heb hier een... Gebruiken wij deze niet altijd? Ja, de body yogurt van almond. Almond milk en honey voor sensitive dry skin exfoliating cream scrub voor onder de douche. Ja. Ja. Dan zit er nog een fles bij in. Dat is soothing and caring shower cream. Dus echt voor douche. En je hebt de hele set bij elkaar zo. En hier heb je een klein potje. Net zoals in dit doosje. De body butter. Dus dat is hetzelfde als in dat doosje. Dan hebben we er ook nog een handcreme van. Een handcreme? Lukt het nog? En in dit kartonnetje zit ook nog een potje. Een glazen pot. En dit is de Mediterranean Almond Milk with Oats Instant Soothing Mask. Dus dit is een masker. Ja. Die doe ik wel even hierin. Nou. Is die echt van glas? Of... Ja. We hebben genoeg leuke dingen om weg te geven. Ja. Dus dat gaan we ook zeker doen. Body Shop, heel erg bedankt. Nikki ook, van de Body Shop. En wij gaan zeker dingen weggeven, want het is echt overweldigend hoeveel het is. Ja, en we kunnen er heel veel mensen blij mee maken. Ja, maar we hoeven ook niet per se alles in een winactie te doen. Er zijn genoeg mensen om ons heen die het niet kunnen betalen of zomaar kopen. En die wel een keer een extraatje verdienen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Dus dit moeten we allemaal weer inpakken. Volgens mij hebben we alles gehad of niet? Hebben we alles gehad? Ja. Nou, dat waren de pakketjes, dus... Die ook. Die ook. En we sluiten af met deze. Gaan we de vlog afsluiten? Ja, ik ga Jess en haar zo doen, maar ik vind het niet zo prettig als ik dat film. En ik vind het zelf ook niet zo prettig. Want omdat ik zo'n pijn in mijn rug heb van die dender van de trap af, gaat het haar en doen ook niet zo makkelijk met het tondeuzen. Dus jullie zien Jess een nieuw kapsel in de volgende weekvlog. Yes. Vond je de weekvlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Druk nog even op het abonneerknop en op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Ja, abonneer eventjes hier. En een andere video staat hier. En vanaf nu moet ik echt zoveel mogelijk video's maken met shoplogs en de adventskalenders. Maar goed, ik moet even aan de bak. En voor mij valt het niet mee, want mijn conditie is gewoon helemaal weg. Nou, we zeggen doei met, hoe heet die? Slowie. Slowie. Oh ja, nog een keer. Abonneer hier een andere video, anders past het er niet in. Joejoe! Mwah!